Nou, het is de eerste dag van de Nationale Voorleesdagen. Dus elk jaar dan vieren we dit feest weer opnieuw. Het begint altijd met het voorleesontbijt. Dan nodigen we kinderen en ouders uit om echt stil te staan bij het belang van het voorlezen. En wij vieren er dan echt een feestje bij. En dit jaar is het bekroonde boek ook echt een feestje, want de tijger is jarig. En dat wordt dan gevierd. Maar het is dus de start van de Nationale Voorleesdagen. Is dit de hele week of alleen deze dag? Nee, is de hele week. Dus eigenlijk zo'n week van. Wij maken er altijd een hele lange week van. Dus we hebben vrijdag nog activiteiten. Dan hebben we in een mamacafé muziek voor kinderen. Want muziek en taalontwikkeling, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus daarom hebben we altijd ook muziek erin. En zaterdag de 10 februari, dan sluiten wij de voorleesdagen weer af met een heel groot voorleesfeest. Ook voor de jonge kinderen, peuters en kleuters. Ja, het viel me op dat wel heel erg kleine kinderen waren dit keer. Ja, dat klopt. Maar goed voorlezen, dat moet je heel vroeg mee beginnen. Hè? Met Boekstart promoten we al dat kinderen vanaf een paar maanden eigenlijk ook al met boekjes aan de slag gaan. Dus als kinderen vanaf heel jong al worden voorgelezen, dan hebben ze daar later heel veel profijt van. Dus we beginnen zo vroeg mogelijk. En dus elk jaar wordt er een prentenboeken top 10 samengesteld. En dat zijn dan de 10 mooiste en meest bruikbare boeken om ook verwerkingsdingen mee te doen. Ook in de kinderopvang en op scholen. En een van die 10, ja, dat wordt dan het allermooiste boek. En dat was dit jaar dus De Tijger Slaapt. Wie kiest dat boek uit? Ja, dat is een jury van mensen uit de bibliotheken en uit de kinderopvang. Die kijken van welk verhaal leest plezierig voor. Zitten er wat meer lagen in? Dus is het leuk voor hele jonge kinderen, maar ook voor wat oudere kinderen. Kun je er ook nog knutseldingen bij maken? Of zitten er nog bewegingsdingen in? Dus het moet goed bruikbaar zijn. Het grote feest is eindfeest is zaterdag. Is dat ook hier? Ja, is ook hier. Dus dat is zaterdag de 10 februari. Hier in de bibliotheek op de 4e verdieping. Dan hebben we een voorstelling van een van de 10 bekroonde boeken. Dus dat is dan een voorstelling van Antonia. Dat is weer een ander verhaal, maar ook heel erg mooi. En dan gaan we knutselen en wat lekkers eten. En de kinderen kunnen gesminkt worden. Dus er is van alles te doen dan. Spelletjes. Ja. Hoe laat begint dat? Dat begint 's middags om 2:00.